Hallo en welkom bij een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle en ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze geschenkkaarthouder kan maken. Ik doe dat in het kader van de Creating Kindness blog en videohop. En ons thema deze maand is Funfolds. Een geschenkkaarthouder vind ik altijd heel erg leuk om te gebruiken. Als je dan geen cadeautje geeft maar geschenkkaart, dan geeft het toch wel net een persoonlijk tintje als je daar een leuke verpakking voor maakt. Deze geschenkkaarthouder die ik als voorbeeld heb gemaakt, is gemaakt met de A Little Wild stempelset. Dat is een hele leuke stempelset uit de jaarcatalogus, waarbij je de stempels ook kunt uitstansen tot leuke labels. In dit geval heb ik alleen maar één beertje gebruikt en niet zijn achterkant. En dat heb ik gecombineerd met het mooie Bundle of Love designerspapier. En je ziet het waarschijnlijk al. Dat is heel mooi very vanilla papier met gouden accenten. En dat heb ik in dit geval gecombineerd met het Soft Sky cardstock en Crumb Cake cardstock. Deze geschenkkaarthouder is eigenlijk heel erg simpel, maar wat het een beetje anders maakt dan normaal is het lipje hier. Ik ga jullie precies vertellen hoe je daarmee aan de slag gaat en hoe je dat kan creëren. En wanneer je hem openvouwt zie je eerst een panel, dan zie je eigenlijk een kaart waar je een persoonlijke boodschap op kunt schrijven. En dan het derde panel toont de geschenkkaarthouder waar we wederom die lipjes hebben gebruikt. Deze geschenkkaart is gemaakt in centimeters. Al die afmetingen die komen ook op mijn blog te staan en ik zal ze straks ook gewoon benoemen. Maar de volgende geschenkkaart die ik ga maken, die heb ik uitgewerkt in inches. Ik gebruik daar een heel ander cardstock voor, in dit geval Lemon Lime Twist. En je begint jouw geschenkkaart houden met een basiskaart van in centimeters 10,5 keer 29,7. Dus dat is eigenlijk gewoon de helft van een A4. Dus 10,5 keer 29,7. En gebruik je inches, dan ga je de helft van een letter size cardstock pakken. En dat is 4,5 inches keer 11 inches. Dat is de basis. Wanneer je die basis hebt, dan gaan we die rillen aan de lange kant. Doe je dat met centimeters, dan ril je op 5 centimeter en op 19 centimeter. Bij de inches versie gaan we rillen op 2 inches. En we gaan rillen op 7 inches. Dat is eigenlijk de basis van de kaart. We gaan die rillijnen vouwen. En daarbij zorgen we dat we de ene naar binnen vouwen. En de ander ook. En dan hebben we hier uiteindelijk al de basis van ons kaartje. Nou heb ik er net uitgelegd dat wij zo'n mooi lipje willen gaan creëren. En wat hebben we daarvoor nodig? Daar hebben we een stansje voor nodig uit de Lots to Love Box Framelits. Dat zijn deze framelits en ze staan in onze nieuwe voorjaarscatalogus. En er zit een stans in voor een doosje. Heel erg makkelijk, twee keer uitstansen en je hebt een doosje. Er zitten wat hartstansjes bij, bladerstansjes, een bannerstans. En er zitten dus twee van deze lipstansjes in. Ik weet niet precies hoe we ze willen noemen. Maar die zetten erin en daarmee kun je dus die lipjes creëren waar je een geschenkkaartje van vast kan zetten. En het is eigenlijk heel erg simpel. Dus we laten de Big Shot en het stansje zo direct het werk doen. Hoe gaan we dat doen? We hebben nu ons basiskaartje. Dat vouwen we dicht met het kleine gedeelte over het grote gedeelte. En we pakken een potlood. En we zetten heel lichtjes een streep langs de rand van die korte kant. Dus nu heb ik hier een streepje staan. Niet te hard
drukken. Want we willen uiteindelijk natuurlijk niet dat het daarna nog zichtbaar is. Er komt nog wel papier overheen, maar ik wil het uit kunnen gummen. Dat heb ik een potloodstreepje opgezet. Vervolgens pak ik ook alvast een stukje cardstock. En ik zal zo direct de afmetingen geven. Waar uiteindelijk de geschenkkaart op komt. Dus dat is hier dit gedeelte. Dan pak je de geschenkkaart die je wellicht al hebt gekocht. Ik pak eventjes deze. En die ga je op het cardstock leggen. En we doen in principe precies hetzelfde als daarnet. We gaan kijken waar willen we precies die geschenkkaart hebben. Ik wil hierboven wat ruimte hebben om nog wat te stempelen. Dus ik leg hem neer. Ik ga even kijken dat hij goed recht ligt. Daar kan ik mijn gridpapier natuurlijk goed voor gebruiken. En ik doe precies hetzelfde. Ik zet streepjes aan de boven- en onderkant van mijn velletje papier. Zien jullie het? Wat ik nu ga doen, en dat doe ik zo direct even van de camera af, is dat ik ga stansen. Ik wil dat lipstansje even laten zien. Dat is zo'n half rondje. Deze lange delen, die stansen niet, maar alleen dat halve rondje. Maar die lange delen zijn dus wel heel erg makkelijk om ervoor te zorgen dat ik het lipje recht ga stansen. Wat doe ik in dit geval? Ik zorg natuurlijk dat het randje wat uiteindelijk gaat snijden naar beneden komt. En ik leg de lange delen op gelijke hoogte met de streep die ik heb gezet. En dat doe ik precies. Oh, sorry, ik leg hem natuurlijk wel met het bolletje naar boven. Want we willen het lipje naar de binnenkant hebben. Dus als we hier de kaart hebben, gaat het lipje over de kaart. Dus we leggen het bolletje naar binnen. Ook weer zoveel mogelijk in het midden. En met de tweede doe je precies hetzelfde. Dus je legt het zo neer. Je zorgt dat je dat door de stansmachine haalt. De Big Shot. En uiteindelijk kun je daar dan het kaartje onder schuiven. Laat ik zo direct zien hoe dat in zijn werk gaat. Bij het kaartje, buitenkaartje, de base card, hebben we maar één zo'n lipje nodig. En we gaan ook weer even kijken van, hé, waar wil ik dat dat lipje naartoe gaat? We willen dat het lipje zo staat dat deze flap eronder kan. Dus moet ik ervoor zorgen dat het bultje naar boven ligt. En ik zorg ook weer dat die lange uiteinden op dezelfde lijn liggen als mijn potloodstreep. Op die manier weet je dus dat het lipje uiteindelijk op de juiste hoogte komt. Ik ga eventjes die lipjes stansen buiten de camera en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Goed, ik ben er weer. Inmiddels zijn de lipjes gestanst. Je ziet het hier, ik heb het potloodlijntje al weggehaald. Je hebt hier nu dus dat kleine lipje waar, als we het kaartje hebben, we gewoon het kleine flapje onder kunnen doen. En dan hebben we hier het stukje cardstock, wat uiteindelijk op het paneel komt, waar we de geschenkkaart tussen kunnen doen. Ik raad aan om het een beetje, zeg maar, gelijktijdig te doen. Dus je drukt hem eventjes van onder, je pakt hem zo en dan kun je hem eigenlijk schuiven. Heb je dat nou een aantal keer gedaan, dan gaat dat eigenlijk heel erg makkelijk. Goed. We zijn klaar om de kaart aan te gaan kleden. Wat wel even belangrijk is, als je nou niet die Lots to Love Box Framelits hebt, dan betekent dat niet dat je deze kaart niet zou kunnen maken. Je kan dan gebruik maken van een rond stansje, dus gewoon een klein cirkelstansje. En wat je dan doet is, dan ga je hem deels uitsnijden. Dat doe je door jouw cirkeltje op de plek te leggen waar jij het lipje wil hebben. En wanneer je hem dan door de Big Shot gaat sturen, dan zorg je dat jouw plaat eindigt op de helft van die cirkel. Dus als je hem er doorheen draait, dan omdat er dan geen plaat boven de andere helft van de cirkel zit, snijdt hij dat niet in. Dus dan snij je eigenlijk maar de helft
van jouw cirkelstansje. En dat kun je dus ook gewoon bij deze doen. Ik zal een stukje van een andere projectbeschrijving die ik heb ook op mijn blog plaatsen. www.mrsbrightside.nl, zodat je kunt zien hoe dat in zijn werk gaat. Goed, we gaan onze kaart aankleden. En dan hebben we hier de geschenkkaarthouder in inches. Die is dus wel ietsje kleiner. Dat komt natuurlijk ook omdat men in de Verenigde Staten niet met A4, maar met lettersize papier werkt. Dus je ziet wel het verschil qua grootte. Maar allebei werken ze heel erg goed, het systeempje. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier. Of je hem nou maakt in centimeters of in inches. Ik zou het heel erg leuk vinden om jouw creatie met deze tutorial te zien. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de video, Hop. En hopelijk tot een volgende keer. Daag!